Vorige week zondag, na de verloren eerste finale wedstrijd, zijn de spelers van Donar gewoon gaan trainen met elkaar zonder de coach. En daaruit bleek wel dat de ernst zeer tot dit gezelschap is doorgedrongen. Nu moet er gepresteerd worden. Als ze Den Bosch vandaag laten ontsnappen, dan moeten ze zelf 3 keer achter elkaar winnen. En dat is een vrijwel onmogelijke opgave voor de Groningers. Karel Kraaienveld, een van de 3 scheidsrechters. Michel Zegwaard en Nico Zwiep zijn de andere 2. Dit is Zwiep. Ploegen het veld in. In de eerste finale wedstrijd een overwicht voor Den Bosch. 23 punten in hun voordeel. In de tweede finale wedstrijd, de thuiswedstrijd in Groningen. 15 punten verschil voor Groningen. Maar afgelopen week kwam het ineens heel dicht bij elkaar. Toen won Den Bosch nipt met 86-82. De begroeting tussen Reed en Rogers. De 2 grote mannen van de beide ploegen. Dit is Travis Reed. En de andere, Leon Rogers, is uitgeroepen tot de MVP. De meest belangrijke speler van de Eredivisie dit seizoen. Dat zullen we ook in de wedstrijd wel weer zien. Gomez en Reed voor de tip-off. Eerste bal voor Groningen voor de Capitals. Met de paas van Krisa en de eerste dunk van Sojanovic. Dat staat zo'n start voor de Capitals. Gomez aan de andere kant. En het afstandsschot van Kuleme is een prooi voor Valmo Krisa. Wat kan de thuisploeg in deze 4e finale? Krisa. En dan een insnijdende Soljanovic. 4-0. Sam Jones. Koeltjes gescoord voor Den Bosch. Sam Jones die een belangrijke rol had in het forceren van de winst in de laatste wedstrijd. Hij maakte de winnende punten. Daniel Novak. Valmo Krisa dreigt met de 3 punten, neemt een 2, maar heeft ook zelf de rebound. Akerboom. Bal naar Reed. Reed is sterk onder het bord. Ja. Travis Reed. 6-2 voor de Groningers die een goede start hebben. Is Den Bosch onder de indruk. Sam Jones. Lijkt van niet. Mist maar de rebound en de P. De rebound voor Gomez. En de P voor Soljanovic. Geen 3-punter voor Sam Jones. En dan dit rebound-duel. Leon Rogers voor het eerst in de aanval. Bal naar buiten. Sam Jones geen 3-punter. Dat kan je wel aan Kuleme mee overlaten. Die komt naar binnen en dan krijgt Soljanovic niet. Nee, het is een fout voor de aanvallende partij. Bal voor Groningen. Het is 3 seconden gefloten, denk ik. Aan de andere kant, Daniel Novak. Soljanovic. En Reed met een hengst van een dunk. Hij smijt hem erin met alles wat hij heeft. En dat is heel wat. 2,02 meter. En zo krijg je het publiek op de banken. Maar aan de andere kant scoort Den Bosch ook meteen. Gomez. 8-4, maar... De zaak komt al vroeg los vanmiddag. Akerboom. Op Reed, draai 1 keer, linksom of rechtsom, het maakt hem niet uit. Frederik's handje was daar nuttig. Aan de andere kant, Leon Rogers. Die denkt, dat kan ik ook.
Maar de scheidsrechter zegt dat hij te lang aan de ring is blijven hangen. Maar wel een score. 8-6. Michel Zegwaard. De thuisclub met Reed. Krisa. Bal weer terug naar buiten. Sojanovic komt dan naar binnen. Bal niet goed. Rebound. Jos Frederiks. Frederiks startend in de basis nu. Lange tijd geblesseerd geweest. Als gevolg van een veronachtzaamde hersenschudding. Nu is hij weer terug in de basis. Dit is Gomez op Sam Jones. Sam Jones maakt geen aanvallende fout. Spel mag door. Bal buiten via Akerboom. Wat zweetdruppeltjes mogen van het plankier af. Den Bosch, de nummer 1 in de competitie. Verre driepunter van Rodgers wordt een prooi nu voor Daniel Novak. Krisa, schotklok al op 15. Novak voor 3. Ja. Goed schot, Daniel Novak. 5 punten voorsprong voor de thuisclub. En balbezit. Krisa, 3. Niet goed. Maar kijk wat die buffelt niet. Maar gaat via zijn eigen knie buiten de lijn. Travis Reed. Voordat hij naar Groningen kwam, speelde hij bij... vraagteken, uitroepteken, Den Bosch. Bij EBBC Den Bosch. Hij kon hier meer verdienen in een betere omgeving. De keuze was dus logisch. Nu moet hij spelen tegen Rodgers. En Rodgers scoort. Rodgers op 4 punten. En het verschil is 8. Is 3, 8, 11. Loopfout voor de Groningers. Akerboom. Meteen... de bal voor Den Bosch. Reed en Rodgers weer samen onder het bord. Er komt hulp van Akerboom en die kreeg de fout. Fout van Akerboom. Rodgers. Kulemee voor 3. Die valt niet. En dan is aan de andere kant daar wel Daniel Novak. Maar geen scoren. Rodgers. Met een aanvalsfout. Zo ziet het publiek dat althans. Maar het spel mag verder. Krisa probeert Soljanovic te bereiken. Dat lukt hem 2 keer. Zes punten voor Soljanovic. 6 van de 13 tot nu toe bij de Capitals. Krisa naar de kant. En McCaffrey erin bij de Groningers. En ook Travis Young is erbij. Young, topscorer in de vorige wedstrijd. Vorige finale 23 punten, waarvan 16 alleen al in het tweede kwart dat hij in zijn eentje domineerde boot. Aan de kant van de Groningers. Hij ziet altijd wat natuurlijk. Het spel gaat verder met Sam Jones langs McCaffrey. Komt hem weer tegen.
Joost Frederiks. En de fout van Jan. Die dat niet erg lijkt te begrijpen. Hand op de bal. En de fout gefloten. Jos Frederiks. In alle ogen de man of the match van de vorige partij. Mist de eerste. Hij was toen goed voor 16 punten. Zijn gemiddelde is 2,3. Maar zijn prestaties nemen aanzienlijk toe. Dat is niet af te lezen aan hoe hij de vrije worpen nu neemt. De Groningers, kunnen ze profiteren? Welke ploeg heeft het eerste? Ritme en balans. Dit is Jan. Scoren met een bonusvrije worp. Hij was lang geblesseerd dit seizoen. Keerde teleurgesteld terug naar Amerika. Maar eenmaal fit is hij nu weer terug. Als zijn eigen vervanger in feite. En dat is nuttig voor de Capitals. En er komt een time-out. 4:11 nog op de klok in het eerste kwart. Watch now, if they play this, you're getting the back screen. So you have to know it. If they play that, this man is getting the diagonal screen. Yeah, so they played an inside, yeah, but it is the diagonal screen or the back screen. And be a rebound. Yeah? Ontevreden kan coach Tom Boot niet zijn over het verloop van het eerste kwart tot dusver. 15-8 voorsprong. Scores verdeeld over 4 spelers bij de Groningers. Novak, Suljanovic, Riet en Akerboom. En Akerboom scoorde nog niet. Young, nu voor de Capitals. Omhoog en wederom scorend. Travis Young. Van der Olst ook in de ploeg gekomen, net als deze Eric Nelson die een aanvallende fout maakt meteen. Hier de actie. Eric Nelson met de fout. En dat inspireert het publiek om op te gaan staan en de thuisclub nog eens extra aan te moedigen. Daar gaan ze weer met Travis Young. Riet buffelt mee. Met Van der Olst. Daar gaat hij langs. Hij komt er meer tegen. Maar het weerhoudt hem er niet van om te scoren. Riet. En het verschil is dan 11. 19-8. Gomez. Schiet over Riet heen. Speler uit Angola. McGuthrie nu voor de NPC Capitals. Het schot van Akerboom. Kulemé wil er ook 3. Is ook zijn specialiteit. Rebound Suljanovic. Maar het was Van der Holst en dan is daar Joachim Gomez. Met een staaltje krachtpatserij. De dunk. Ring hangt op 3,05 meter. Hij proeft hem er zo in. Akerboom. De Guthrie met Sam Jones. Hij moet de 3 punten nemen. Schotklok op 3. Rebound Reed. Laat hem op tijd los. Nee. Schotklok gaat
Ring niet geraakt. Bal voor Den Bosch. En er is een time-out voor Tomboot. Watch offensive rebound. Then we have chances there. And there, hard rebound. Yeah? Charge is the penalty. De time-out voor coach Tomboot was zeker ingegeven door de acties zoals Gomez die kon maken onder de basket van de Groningers. Daar was hij eventjes de baas. En daarom is de 19-8 voorsprong teruggebracht tot 19-12. Twee minuten en 16 seconden nog in het tweede kwart. Gomez met de press van de Capitals. Drie mannen op de helft van Den Bosch. Van der Rol lost het op. Sam Jones. Langs iedereen heen, driepuntschutter Kulemay is vrij en die treft zijn eerste driepunter. McGuthrie. Van der Holst met de P. Hier tegen Young. Volledige aanval van 24 seconden voor de Groningers met Young. Reed is ver naar buiten met Nelson bij zich. Gaat is Melderis. En van buiten Tom Timmermans. En ook heeft hij niet zijn eigen rebound, die is voor Gomez. Kulemay maakt nu de aanvallende fout, de charge tegen Melderis. Tom Timmermans, de center van 2,11 meter met nummer 14 bij de Groningers. Maar hij wil nog wel eens van buiten schieten, verrassend genoeg. Schotklok op 6 seconden, dus Young moet wat doen. Het afstandsschot, de driepunter, ja. Speler met grote capaciteiten, Travis Young. 22-15 dankzij hem. 7 punten in de wedstrijd. En hier is Nelson. Die doet wat terug voor Den Bosch. Want Den Bosch blijft wel degelijk. Gewoon rustig. En goed doorspelen. Ze zijn nog niet geïmponeerd door het decor en door de kracht van Groningen. Timmermans. Zoals gezegd, van afstand. Een driepunter. Opvallende capaciteit van een center van 2,11 meter. Om drie punters te schieten. Maar Tom Timmermans kan het. De laatste 10 seconden van dit eerste kwart. En een misverstand bij de paas van Gomez. En dan heeft de thuisclub nog 7,1 seconden. Om de marge nog te vergroten. Wat wordt het? Een goed doordachte aanval. Nou, er is. Krijgt dan niet de bal langs Sam Jones. En dan komt ook het schot van Young er niet uit. Het zou mooi geweest zijn voor de thuisclub als Young nog één keer had kunnen afdrukken. Maar het eerste kwart is voorbij. En de Capitals van Tomboot mogen toch al niet mopperen hoor. Met 25-17 uit het eerste kwart gekomen. Hey, guys, let's play conservative. Don't try
five things. Make extra passes. More I told you guys, on every drive, they just fall down. You didn't charge, okay? But be careful about driving in there. They just jump in your bed and fall down. Do not leave Timmermans and Novak, okay? Leon, do not leave Timmermans and Novak. On penetrations, they just penetrate and throw it back to him, okay? That's all. We keep getting good shots. But watch, hey, remember, we're not switching on Reed. Stay with him, okay? Hey, Yoff, you're going for him. You can point for a little while, okay? Let's go. You want to run? Nog één keer de fraaie momenten uit het eerste kwart. De dunk van Reed. En Wiel ondertussen onderhoudt zijn spelers natuurlijk over de rol van Timmermans. Maar dat weten ze toch wel. Iedereen die dat een beetje volgt, die weet dat Timmermans als center zomaar van buiten een driepunter gaat nemen. Zal die deze wedstrijd nog wel een keer doen. Kijken of ze dan wel opletten. Publiek wordt vermaakt. Spelers terug op het veld voor het tweede kwart. Daar hebben ze net gestaan en daar is het dus nat en glad. Kulemee is de man die de bal in het spel gaat brengen. Acht punten de marge in het voordeel van de Groningers die dus in de serie gelijk willen komen. Op 2-2 willen komen. Sander van der Holst. Goede score voor Den Bosch. Verschil 6. Young. En een blok van Leon Rogers. En er wordt goaltending gegeven. Op het moment dat de bal naar beneden gaat in de richting van de ring, mag hij er niet meer aankomen. Dan krijgen we 2 punten. Die komen dus op naam van Jong, die op 9 komt. Frederiks voor Den Bosch. McGuthrie, terwijl Reed komt helpen. Timmermans. Nu herhaalt de geschiedenis zich niet. Bal voor Van der Holst. Nelson, Frederiks, Van der Holst. Geen driepunter voor de speler die van de bank komt. McGuthrie maakt de aanvallende fout tegen diezelfde Van der Holst. De Mighty Mouse die door iemand anders heen probeert te lopen. 1,74. Zoljanovic komt terug. Reed even naar de kant, net als Timmermans. En ook Novak is er weer bij. Bij de Groningers. Van der Holst met een blok van Nelson. En de fout voor de aanvallende partij. Van der Holst. Dat is Melderis uit Letland. Een van de 4 Oost-Europeanen in de Groningse ploeg. Melderis, daar is hij weer. Young dreigt met het schot, wordt verdedigd door Frederiks. McGuthrie, schotklok op 3 seconden. Hij moet nu. Rebound voor Den Bosch, voor Nelson. Snel naar Rogers. Rogers met Novak. En dan komt heel lenig en heel sterk Rijn van den Kamp.
door met deze score. Dus het verschil nog maar 4. Actie Rijn van den Kamp. Siljanovic tegenover Nelson. Die hebben allebei heel harde ellebogen. Novak. Meldris vergaloppeerde zich daar bijna. Dan komt er een 3-punter onder tijdsdruk van McGuffrey. Die is niet goed. Bal naar de andere kant. Weer van den Kamp. Die maakt lopen. Misschien dacht hij hier net te veel na. Voorgaande actie was een soepele in één beweging. Terrence Herbert komt erin. Voor het eerst in dit derde kwart. Van Mokrisa voor de Groningers. Young. Komt meteen Terrence Herbert tegen. Een soepele 3-punter van Young. 12 punten al voor Travis Young. Patrick komt Young aflossen, die onder een donderend applaus naar de bank mag. Eventjes ademhalen voor Travis Young. Den Bos met het balbezit. Rodgers, schot niet goed. Rebound Jason Dedrick. En misschien kansen voor de Groningers weer. Novak is rustig. Schot ook al op 12. Siljanovic en de fout van Van der Holst. Nog een keer de actie. Krisa die naar binnen komt en dan hier. Fout van der Holst. Randy Wiel instrueert Sam Jones. Siljanovic speelde vorig jaar nog in Oostenrijk, was daar topscorer bij Kapfenberg. En Siljanovic komt op 7 punten in de wedstrijd. Verschil weer 8. Rodgers, een actie, er is al gefloten. Voor een fout van Novak. Zijn eerste. Van den Kamp op Rodgers. Herbert zoekt naar Rodgers. Die wordt fel op de huid gezeten door Novak. Steekt er een handje tussen. Bal veroverd voor de Groningers. Novak voor 3. Rebound via Akerboom voor Krisa. Akerboom voor 3. Nee. Schot is niet goed van Kees Akerboom. Met moeite de controle bij Sam Jones. En de 3-punter van Rijn van den Kamp. Dat helpt de Brabantse ploeg. Een flink eind. 31-26, Rijn van den Kamp. Daniel Novak glijdt uit. Daardoor Sam Jones ertussen. Krisa naar de vloer. En dan de break en de lay-up van Rijn van den Kamp. En de aanvalsrebound voor Rodgers. Score telt, zegt Nico Sliep. De scheidsrechter van den Kamp kwam te ver bij de basket vandaan. En daar was Rodgers om het werk af te maken. Rodgers op 6 punten. De gemiddelde is iets boven de 18. Was daarmee in de competitie derde op de topschutterslijst. Bonusvrije worp. Rodgers komt op 7 dus. Verschil nog maar 2. 31-29. Schotklok op 15. Dedrick.
Twee punten van de Amerikaan. En 3 seconden gefloten voor de aanval van Den Bosch. Terrence Herbert terug. Gert Kulemee. Altijd loerend op zijn kansen met de 3-punters. En in de competitie was er een zondagmiddag in januari. Toen schoot hij maar liefst 37 punten bij elkaar. Waaronder 9 driepunters, meen ik. In het competitiewedstrijd tegen de Capitals. Die overigens het laatste competitieduel, het vierde, wonnen. Met 82-106. Toen raakte de ploeg op toeren, waren de blessures genezen. Toen werd Groningen weer de echte sterke ploeg die het verwacht werd te zijn. En in die vorm rekenden ze natuurlijk ook af met Nijmegen en Amsterdam in de kwart en halve finales. De nummer 2 zetten ze opzij, maar nu moeten ze de nummer 1 zien te overwinnen. De ploeg in opmars, dat is Groningen. Hier hebben ze de rebound. Sam Jones zit ertussen, maar dat heeft geen gevolgen. Dit is Rodgers. Lachend tegen de scheidsrechter, tegen zijn coach. Rodgers nu met de fout. Reed. Zoekt weer het korte werk langs Rodgers. Houdt de bal en verliest hem vervolgens aan Jos Frederiks. Sam Jones aan de andere kant voor 3. Raak. Verschil 1 naar de 3-punter van Sam Jones. 33-32. Mooie actie, Sam Jones. En een time-out. Ja, ik zei het al. Many times. In defense, the chart. Ja, 4 in offense. If they play a press, we know how to solve it. They have 4 fouls. And so you have to attack, but you play a longer offense. Yeah? But in a fast break, I need a tall man there. Yeah? And if you can't run, ask for a substitute. I need that my man there. Yeah? If there's a free throw, both play. Here's a player of them. Both players are here. And then with the second free throw, that man is going back. Yeah, so he has to test it. So what people are watching. Boot en zijn spelers. En hij verlangt extra inspanningen van zijn mannen. En hij zegt zelfs, als je het niet aan kunt, vraag je maar om een wissel. Opvallend overigens dat Kees Akerboom bij de thuisclub als starter nog op 0 staat. Geen punten van hem. Kijken of daar in de laatste 4 minuten nog verandering in komt. Nee, dat komt dus niet. Want Akerboom gaat na de time-out alsnog naar de kant. Valmokrisa voor de Groningers. Jason Dedrick. Schotklok al binnen de 10 seconden. 7-6, 5. Dedrick moet. Schot is niet goed via de vingertoppen van de Riet. Over de achterlijn, bal voor Den Bosch. Dat dus bij een goede aanval hier in Groningen aan de leiding kan komen. Zou opvallend zijn. Sam Jones heeft bijna vrij spel daar. En via Dedrick, bal buiten. 14 seconden nog op de schotklok. Ook Dedrick naar de kant.
14 seconden als Kulemee speelt op Rodgers. Daar zit Reed tussen. Maar de bal huppelt over de achterlijn, onbespeelbaar. Het was het proberen waard voor Reed. Grisa moet daar Sam Jones achterna. Sam Jones. Schot is niet goed. Een rebound, een machtige voor Young. Die meteen naar de overkant is met de bal. Melder is. En daar zit Gomez tussen. Ertussen bij de paas op Reed. Maar de bal blijft na een sprongbalsituatie. Waarin om en om het balbezit wordt overgegeven in het bezit van Groningen. 3 minuten. Dit was geen best minuutje wat we nu gehad hebben. 3 minuten voor rust nog. En Hea Den Bos overheerst eventjes in deze fase. Krisa. Schotklok op 0. Actie teniet. Er moet binnen 24 seconden geschoten worden. Dat gebeurde niet. Dan gaat de zoomer en is de bal voor Den Bos. Drie aanvallers van Groningen op de verdedigende helft van Den Bos. En ze gaan allemaal terug als Sam Jones deze bal opbrengt. Krijgt Den Bos in het verloop van de strijd uitzicht op een 3-1 voorsprong in wedstrijden. Dan doen ze dat in het Hol van de Leeuw. Frederiksen actie wordt gesmoord door de Groningers. Een sprongbalsituatie met nu weer de bal voor Den Bos. Frederiks werd belaagd. Minder dan 2,5 minuut nog. Randy Wiel instrueert Rodgers. Wiel zelf ooit ook bondscoach geweest bij Oranje. Het spel gaat verder bij Kulemee met een moeilijke paas op Nelson. Balbezit voor Groningen. Kulemee. 1 3-punter tot nu toe van hem. Boten en de aanwijzingen. En dan gaat het publiek staan voor de laatste 2 minuten. Misschien nog een demarrage van de thuisclub. Geen terugspelen op eigen helft. Dat wilde Sam Jones wel. Wordt niet voorgefloten. Krisa. Melder is. En het vrije schot van Suljanovic. Die moet beter. Melder is. Ook geen rebound. Die is voor Kulemee. Sam Jones. Met een loppas op Gomez. Mislukt. Dan de snelheid van Young. En hij was ook te snel voor Reed. Die kon die bal net niet meenemen. Fraai is de snelheid steeds van Young. Net niet goed die bal. McGuthrie er weer in. Voor het laatste stukje van het tweede kwart. Reed verdedigt Gomez. Gomez nu onder de borden. Rodgers aan de kant, maar die gaat er alweer omkomen bij Den Bos. Hij lost Gomez af. Kulemee. Schotklok op 6, maar dat doet er niet meer toe. Aanval afgefloten, bal voor Groningen. Maar Den Bos heeft zich in de eerste helft hier in Groningen toch een behoorlijke uitgangspositie verworven. 1 puntje achter. En winst in deze wedstrijd kan cruciaal zijn om het landskampioenschap. Young. Over Rodgers heen, die is 1,5 kop groter. Bal valt uit de ring.
Overname Den Bosch. Sam Jones, Kulemee voor 3. Zijn tweede. Nee. Rebound voor Reed. Spel golft nog één keer heen en weer. Vlak voor rust. McGuthrie voor Nelson. Maar Nelson heeft de rebound. Nu Den Bosch weer snel naar de andere kant. Sam Jones. Verdediging sluit niet helemaal. Rodgers moet over Young heen schieten. Dat doet hij niet goed. Nou, misschien houdt McGuthrie zijn kop erbij in het laatste stukje. Misses over en weer. Melder is. Niet met Nelson. Dat durft hij langs. Het schot is niet goed. De laatste 12 seconden voor Den Bosch. Dan kunnen ze met een voorsprong de rust ingaan. Nelson scoort. Het is 33-34. Voorsprong voor Den Bosch. De laatste poging voor Groningen is niet goed genoeg. En is dus deze treffer van Nelson het laatste wapenfeit voor rust. En dat is toch een tegenvaller voor de Groningers die met 19-8 hebben geleid in het eerste deel van de wedstrijd. 25-17 was het na het eerste kwart. Toen kon Boot en zijn ploeg nog gerust zijn en trots zijn op de eerste 10 minuten. Maar inmiddels heeft Den Bosch de rollen dus omgedraaid en is het teruggekomen. Sterker nog uitgelopen naar een voorsprong van 33-34. Kortom, werk aan de winkel voor de Groningers. Rijn van den Kamp, de man van de sleutel, wordt nog gezocht. Om eventjes in de kleedkamer te beraadslagen. Doorgaans blijven de coaches op de bank. Met de scouts om de cijfers te analyseren. Zitten de eerste minuten de spelers alleen met elkaar in de kleedkamer. Nou, die weten dus wel hoe laat het is gezien het spelverloop. Wat deden we in het eerste kwart niet goed? Wat deden we in het tweede kwart wel goed? Dat is vooral wat er rondgaat in de kopjes van de spelers van Den Bosch. De man van de sleutel is er. En de spelers even tot rust en concentratie komen in het kleedlokaal. Teruggezien Ray Weathers, Amerikaan die niet of nauwelijks aan spelen toekomt vanwege blessures. Rodgers. 7 punten van hem. Kulemee was 1-3 punter. Sam Jones. Vijf punten. Van den Kamp. Nelson. En zo is het rondje bij Gomez compleet. De spelers van Den Bosch kunnen voorlopig even tevreden zijn. Ze staan voor hier in Groningen. Zij het niet. Het is 33-34. Dat was het kijkje in de kleedkamer van Den Bosch en van Groningen. Gelukkig ging uiteindelijk toch werd de sleutel gevonden. Dat is prettig. We gaan straks weer terug naar Groningen, naar die kolkende Martini Plaza. Maar nu verder met de NOS Finale Maand en komen uit bij waterpolo. Bij de mannen werden de Polar Bears uit Ede kampioen door HZ Zian te verslaan in 2 wedstrijden. De vrouwen zijn nog niet zover. Althans, ja, ik zeg inderdaad nog niet zover, want vandaag wordt duidelijk wie er landskampioen wordt. Donk uit Gouda of Brandenburg uit Bilthoven. De stand op dit moment is 1-1. Er wordt dus een beslissingswedstrijd gespeeld. De vrouwen van Donk verdedigen dit seizoen hun titel. Behalve 8 nationale titels wonnen de vrouwen uit Gouda 10 keer de beker en 3 keer de Europa Cup.
Brandenburg werd eenmaal landskampioen in 1991. Ze wonnen nog nooit de nationale beker, maar wel de Europa Cup in 1992. Brandenburg verloor de eerste wedstrijd in deze best of three. Bleef in het tweede duel in de race door na strafworpen de stand gelijk te trekken. Goed, duidelijk is dus. Vandaag de beslissingswedstrijd met het commentaar van Harry Vriend. Scheidsrechter Joop van de Heuvel staat klaar om de bal in het spel te brengen voor de derde en beslissende wedstrijd om het kampioenschap van Nederland. Balbezit voor de ploeg uit Gouda, GZC Donk, spelen dus met de witte caps en de tegenstander uit Bilthoven met de blauwe caps. Aanval wordt opgezet door de ploeg uit Gouda met Danielle de Bruin, die een vrije worp denkt te krijgen, maar die krijgt ze niet. Aanval wordt dus overgenomen. Teruggespeeld naar de kiepster van Brandenburg. Brandenburg in de aanval met Alice Lindhout. Bijna 41 jaar. Paas op de mid voor. Bal het spel weer ingebracht. Samantha Verwoerd die paast er terug. Maar de aanval wordt overgenomen. En dat gebeurt door een van de kaboutjes, Harriet Kabout. En die paast op Danielle de Bruin. En die zorgt voor een 1-0 voorsprong voor GZC Donk. Daar krijgt ze die paas onder de kiepste door. Onder Ilse van der Meijden door. Danielle de Bruin, ook een van de drie internationals die in de ploeg van Gouda speelt. Dan de ploeg uit Bilthoven. Alice Lindhout paast naar de zijkant. Overtreding begaan, ploeg blijft in balbezit. Paas. Alice Lindhout, wat gaat ze pasen of gaat ze schieten? Ze dreigt en ze geeft een goede paas. En dan komen de twee speelsters van GZC Donk die daar een overtreding begaan. En het gevolg is dus een 5-meter-worp. En die wordt genomen door Alette Zijbring. Afgelopen week weer teruggekomen in de selectie van het Nederlands team van bondscoach Robin van Gaal. Overtreding begaan door Alice Lindhout. Balbezit blijft dus voor de ploeg uit Gouda. En dan het tweede doelpunt van de ploeg uit Donk. De ploeg uit Gouda. En dat is Mieke Kabout. Ook zij is een international. Draait prima weg van de tegenstander. En zo is het 2-1 in het voordeel van Donk. Overtreding begaan tegen Simone Koot. En die weet dat ze helemaal vrij ligt. En schiet verrassend van buiten de 5 meter op het doel. En het is de gelijkmaker 2-2. Verrassend schot waarbij de kiepster van Gouda, Snoek, geen enkele kans had. Dan opnieuw een aanval van de ploeg uit Bilthoven. De meeste aanvallen opgezet door de routinier, want dat mogen we dus rustig stellen. Alice Lindhout, die kijkt goed, die weet wanneer ze een overtreding krijgt. Schot van afstand wordt geblokkeerd. Balbezit blijft toch voor de ploeg uit Bilthoven en de 3-2 staat op het scorebord. Dat was Alette Zijbring die hier met een prachtig schot in de lange hoek zorgt opnieuw voor een voorsprong. Paas op de midvoor. Draaibeweging. Goede draaibeweging. En het is Marlou Slaghuis, de nummer 8, die scoort. En zo loopt de ploeg uit Bilthoven heel snel weg met twee goede doelpunten. Allemaal in de tweede periode. En dan moet natuurlijk GZC Donk weer iets gaan doen. Het schot van deze speelster die kwam op de lat en de Bilthovense ploeg kan het weer overnemen. Een balletje dat net niet goed gepaasd wordt, maar via de kiepster gaat de bal over de achterlijn. Het is weer een speelster meer situatie. Hoekworp wordt genomen. Brandenburg, balbezit. Paas op de speelster, midden voor de goal. En dat is heel goed gespeeld. Het is hier 2-5 door Simone Koot. Dan een aanval met een speelster meer voor GZC Donk. De nummer 7 die maakt die goal af. Het is Nierke Ingenhoven. En zo komt GZC Donk toch weer iets dichterbij. Aanval opnieuw voor de ploeg uit Gouda. Linkshandige speelsters zijn er dus. En het schot met een prachtige boogbal. En dit is Mieke Kabout. Die ook van buiten de 5 meter de vrije worp direct op doel schiet. Of schiet. Ze geeft een hele uitgekookte boogbal. En dat wordt door het stamhoofd uit Gouda heel goed met vreugde begroet. Schot van afstand. We zijn inmiddels in de derde periode. Derde periode waarin
Ineke Vrij-Peerdeman zorgt voor de 4-6. Het was ook weer een situatie met een speelster meer. En dat deed Brandenburg heel erg goed, want ze scoorde uit al die situaties. Danielle de Bruin, 10 meter afstand, vrije worp en meteen schieten weer. En die ballen vliegen er keurig in. 5-6. Lindhout. Overtreding begaan, speelster meer. Het schot meteen erin. En dat is Simone Koot die voor 5-7 zorgt. En zo gaat heel geleidelijk aan Brandenburg weer de voorsprong vergroten. Opnieuw een speelster meer. En een hele goede paas, want het was Marlou Slaghuis die helemaal vrij lag. En zorgt voor 5-8, 3 goals verschil. Prima doelpunt. Heel snel gespeeld die vrije worp. Ja, en dan ligt er een speelster vrij. En die benut hem ook prima. Aanval voor GZC Dong met een schot van afstand. Mieke Kabout. 6-8. De Goudse ploeg komt dus weer terug. Het blijft een wedstrijd die over en weer gaat. Aanval en verdedigen. Goede actie van Danielle de Bruin. Die gaat helemaal door. Linkshandige speelster. Kan ze de bal op pakken. Nee, ze draait zich vrij. Speelt dan weer op Mieke Kabout. En die geeft met een prachtige stootbal de laatste zet aan de bal om daarmee uiteindelijk weer te scoren. 7-8. En dan is die voorsprong van 3 doelpunten van Brandenburg weer teruggebracht naar 2. Overtreding begaan, dat zagen we duidelijk. Speelster die in de verdediging lag kwam heel hoog uit het water. Maar die werd dus meteen eruit gestuurd. De man-meer-situatie door Tjarda Rodenhuis werd onmiddellijk benut. En zo is het dan 8-8. Johan Aantjes geeft aanwijzingen voor de laatste periode. En hetzelfde doet natuurlijk Lieneke Perik van de Heuvel. Die zelf een hele grote speelster was in de tijd dat Nederland goed presteerde op alle internationale toernooien. Derde, vierde periode. Het was een poging van een van de andere zusjes, Kabout, Harriet Kabout. Maar dat leverde niks op. Die paas die kan nu wel door de kiepster worden gedaan naar de aanval. En meteen weer een uitsluiting. En ik zei het al eerder, daar is Brandenburg veel beter in deze wedstrijd dan GZC Dong. Wordt goed opgezet. Paas naar de zijkant. En nou zal toch geleidelijk aan die paas wel komen. Even goed inzwemmen. Het is Marlou Slaghuis die dat heel goed doet. En zo is het dan weer een kleine voorsprong voor de ploeg uit Bilthoven. Opnieuw een aanval. Geen speelster uit het water. Wel een paas op de midvoor en een hele goede draaibeweging. Alette Zijbring zorgt voor 18. En dan zitten we ver in die vierde periode. En zou het dan lukken aan Brandenburg om die voorsprong te houden en kampioen te worden? Voorlopig is het nog niet zo ver, want er gaat nu weer een speelster uit. Alice Lindhout is dat aan de kant van Brandenburg. Rondspelen van de bal, want ze weten natuurlijk dat er nu gescoord moet worden. En dat deden ze eigenlijk niet echt heel goed aan Goudse kant. Maar misschien lukt het nu wel. En als je kampioen wil worden, moet je scoren. Paas over de breedte. Mieke Kabout schiet heel goed in. En het is 9-10. En dan zitten we bijna in de laatste. Kijken naar de herhaling. Zitten we bijna in de laatste minuut van de wedstrijd. Aanval voor GZC Dong. Het schot van afstand is van Danielle het Bruin. Dat gaat hoog over. Johan Aantjes, die weet het inmiddels. En Ineke Iperlaan, de teammanager ook. Speelsters allemaal te water. Vreugde bij de meegereisde supporters uit Bilthoven. Champagne natuurlijk, dat is er ook altijd bij. En die wordt altijd meegevuld met een beetje chloorwater. Johan Aantjes erbij, de hele ploeg bij elkaar. En het verdriet aan de kant van GZC Dong. Dat hoort erbij. De schaal wordt overhandigd door de vicevoorzitter van de KNZB. En daar is natuurlijk de hele ploeg heel erg blij mee. En dan moeten we maar eens gaan vragen aan Johan Aantjes wat zijn verklaring is voor dit goede resultaat. Het is geweldig, want als je kijkt, 2 jaar geleden deed ik de jeugdopleiding bij Brandenburg nadat mijn eerste periode van bondscoach van het Nederlands herenteam achter de rug was. Toen kwam ik terug van vakantie en toen had het bestuur een heel groot probleem. Er waren 14, 15 meiden uit verschillende teams opgestapt
En als je dan met een aantal mensen het gaat opbouwen en je komt hieruit, nou ja, dan is het een sprookjeswaar geworden, denk ik. Drie wedstrijden, het ging er ook echt om vanmiddag. Maar jullie waren, naar mijn mening, duidelijk de betere ploeg. Ja, ik denk het ook. Ik denk alleen dat wij ons in bepaalde fases het zelf moeilijk maken. Dat was in de eerste wedstrijd die we met 7-6 verloren. Staan we ook de hele wedstrijd voor, vlak voor tijd geven het uit handen. Vorige week waren een aantal dat we 2-3 doelpunten voor hadden. Geven ook uit handen. Nu staan we 8-5 voor. En je denkt eigenlijk kat en bakkie. En dan geef je toch nog bijna weg, zeg maar. En gelukkig heeft het team dan zoveel veerkracht dat we het nu wel hebben afgemaakt. Ja, steeds meer kampioenen zijn bekend. Zo nog niet bij het basketbal. Groningen tegen Den Bosch in een best-of-seven-serie. Het is 2-1 voor Den Bosch. We zijn bezig aan wedstrijd nummer 4. Den Bosch gaat aan de leiding, al is het nipt, met 34 tegen 33. Hoe bedoelt u spannend? Spanning is trouwens sowieso het sleutelwoord deze zondag. We gaan weer terug naar Martini Plaza. Naar Joop Vernooy. Hier in Martini Plaza hebben de betrokkenen de tijd gehad om even eens naar de koelcijfers van de eerste helft te kijken. En dat leert dat wat de rebounds betreft de Groningers van Tom Boot onderdoen voor Den Bosch. 16 terugkaatsers waren een prooi voor de Groningers en 22 voor Den Bosch. Opvallend daarbij 6 rebounds voor Jos Frederiks. Speler toch van 1,94. En aan de andere kant een normaal beeld Travis Reed die er 6 heeft. Wat de scores betreft 12 punten voor Young bij de Capitals. Die springt eruit. En 7 voor Rodgers. Dat is de beste man scorend bij Den Bosch. Groningen dat een goed eerste kwart speelde. Aan de leiding kwam met 25-17. Maar vervolgens fouten ging maken, kansen ging missen. En de tweede kwart afsloot in feite met een 17-8 nederlaag. En dat resultaat resulteert in de stand die er nu staat. 33 voor Groningen en 34 voor Den Bosch. Den Bosch dat dus bij winst op matchpoint komt in de serie. Het wordt dan 3-1 en dan kunnen ze dinsdagavond in eigen huis afmaken. Kortom, de Groningers moeten winnen om in de race te blijven en de stand in de serie op 2-2 te zetten. Zo liggen de kaarten bij het begin van het derde kwart. Suljanovic moeilijk aangespeeld, heeft last van Gomez. 7 punten slechts scoorden ze in het tweede kwart en dat moet dus beter bij de Capitals. Reed mist, heeft zijn eigen rebound. Valmo Krisa voor 3. En dat is weer een lekkere opening. Valmo Krisa, die met een 3-punter Groningen weer aan de leiding helpt. 36-34. De zesde man, het publiek, 4000 in de Martini Hall. Moet het de thuisclub dragen. Rebound, zoals hier van Reed. Een onderschepping eigenlijk. Krisa. Daniel Novak langs Frederiks. Suljanovic tegen Gomez. Wrikt zich naar het bord en scoort. 5 punten al voor Groningen meteen na rust. Aan de andere kant is daar Sam Jones. En het schot van Frederiks. 3-punter. Verschil weer 1. Akerboom staat nog altijd op 0 punten. Opvallend als starter. Reed omhoog langs Rodgers. Reed op 8 punten. Sam Jones voor Den Bosch. Weer Sam Jones, nu schietend uit de hoek. Rebound, Akerboom. Krisa is vrij voor de break. Nou, dat haalt hij niet. Sam Jones voor Eiffel Towers. Frederiks langs Suljanovic. Mooie actie, maar krijgt niet het lot dat het verdient.
Aanval nu weer van de Groningers. Reed met Rodgers. Akerboom verliest de bal aan Kulemé. Kulemé heeft assistentie van Frederiks. En dan maakt Krisa de fout als verdediger. Stapt te laat. En krijgt de P. Akerboom en het balverlies. Kulemé op de break met Frederiks. En van Mokrisa die daar een score voorkomt ten koste van een persoonlijke fout. Vrijworpen voor Jos Frederiks. 5 punten voor hem in de wedstrijd. Kans op meer laat hij nu liggen. Tweede kans. En ook die springt eruit. Krisa. En Suljanovic met een loopfout. Fluitsignaal van scheidsrechter Kraaienveld. Hij neemt eerst de stap en gaat dan pas dribbelen. En dat is een loopfout. Kulemé tegen Dedrick. Kulemé paast op Sam Jones. Geen 3-punter, rebound. Met een aanvalsfout voor Jos Frederiks. De misser van Sam Jones. En de fout van Frederiks tegen Daniel Novak. Ze stonden achter bij rust, de Capitals. Met 33-34. Inmiddels weer aan de leiding met 3 punten. Vechtend voor de kansen op het uitzicht op de landstitel. Bal los, maar inmiddels bij Gomez in vaste hand. Sam Jones dan maar heel wild naar de andere kant. Bal op Gomez. Scoren, Joachim Gomez. Den Bosch op 1 punt. De score van Gomez. En Den Bosch blijft op die manier in de race. Young komt in de ploeg, net als Timmermans. Young maakt even de broek in orde. Hij mag gelijk beginnen met de bal aan de zijkant van Mokrisa voor de Capitals. Ze hadden een vliegende start, zoals gezegd, 25-17. Maar puntje voor puntje kwam de koele bosse ploeg van Randy Wiel terug. Nu, Krisa, 3. Voor Mokrisa. Zet zijn ploeg weer op een 4 punten voorsprong. Sam Jones op Rodgers met een 3-punter. Rodgers komt op 10 in de wedstrijd. Young. Timmermans, daar komt hij weer met zo'n 3-punter. Bal voor Den Bosch. Kulemé voor 3. Een hele verre. En door de 3-punter van Kulemé. Voorsprong voor Den Bosch. 43-45. En een time-out. We have to play with the post. On the post. Yeah? If you don't know, you can pass back. Yeah? Or you pass back to him and again the post. Yeah? So we do it on that. And on penetration, immediately wide. Yeah, but it is clear that we have to do it in defense. I don't care this. This is, yeah, he will miss too. Yeah? It is not possible that you play, screen, and that he's wide open. That's impossible. Then you work yourself over the street. Come on, guys. Defense.
De Groningers dus wederom geconfronteerd met een achterstand. Spanning ook aan de kant. Boot in conflict met de mascotte. Hier de mascotte die zijn werk wel erg serieus neemt. En de coach en de spelers daarbij niet spaart. Maar goed, het spel is weer begonnen. Halverwege het derde kwart, waarin de Groningers het nog steeds niet makkelijk hebben. Detrick. Jason Dietrich zet de ploegen naast elkaar. 45-45. Sam Jones. Driepunter niet goed. Een rebound voor Gomez. En Van der Holst die hem vervolgens inlevert bij Young. Grisa met een goede paas. Maar geen goed schot. Wel de rebound voor Grisa. En uiteindelijk een balbezit voor Van der Holst. Rodgers zoekt de driepunts mogelijkheid bij Kulewe. En die treft weer voorsprong Den Bosch dankzij Gert Kulemee. En zijn driepunter komt op 9. Reed laat zich bijna verscholken door Sam Jones, maar de bal blijft voor Groningen. Krisa weg, McGuffrey erin bij Groningen. Young. Tegen Van der Holst. Schotklok op 3. Hij moet nu. Geen drie punten. En de rebound is voor Gomez. Rodgers. En de fout voor Reed. Den Bosch dat dus een overwicht heeft in de wedstrijd tot dusver op de rebounds. 22-16 in de eerste helft. Vrije worpen voor de topscorer van Den Bosch, Leon Rodgers. Mist de eerste. Met het benutten van de tweede bouwt hij de voorsprong van Den Bosch uit tot 4 punten. 45-49. Reed even naar de kant bij Groningen. Minuutje rust. Langer zullen ze hem niet kunnen missen. Misschien ietsjes langer. Als de andere spelers wat vertrouwen geven aan de coach. Van der Holst komt al in de problemen qua fouten. Vierde fout. Bij het volgende vergrijp is zijn rol uitgespeeld. Disqualificatie. En onmiddellijk wordt ook Van der Holst uit voorzorg naar de kant gehaald. Rijn van den Kamp komt hem aflossen. Young paast op Timmermans. Van buiten weer Tom Timmermans. Geen rebound voor de Groningers. Sam Jones. Kulemee. Weer de driepunter. En weer is het raak. Komt op 12. Vierde driepunter. Zoals gezegd, het is een handelsmerk. Den Bosch op een lekkere voorsprong naar die drie punten van Kulemee. 7 punten. Kan de thuisploeg de NPC Capitals tegen de druk die Wiel en de zijne hier nu aan het opleggen zijn? Detrick is cool. Scoort één vrije worp, maar nu hebben ze wel de aanvalsrebound via Soljanovic.
Zeljanovic op 11 punten. En de thuisclub terug tot een verschil van 5. Dit is moeilijk, maar toch goed gespeeld van Sam Jones op Rodgers. Rodgers op 13. Kunnen de Groningers de strijd met dit Den Bosch aan? In de finale, Young van grote afstand, een driepunter. Jawel. 51-54. Young op 15 punten. En de onderschepping van Timmermans. Bosse aanval gesmoord. Young aan de andere kant. McGuthrie nog weinig van gezien. Net als Akerboom die nu niet eens in het veld staat. Young, Timmermans, McGuthrie schuift het weer af. Laat Dietrich het doen en die doet het. Een driepunter, Jason Dietrich. Ploegen gelijk, 54-54, Jason Dietrich. En dan gaat iedereen er hier in Groningen weer in geloven. En dan weer een driepunter nu van de Kamp. De wedstrijd groeit naar een behoorlijk niveau nu in dit derde kwart. Reed komt weer terug bij de Groningers. Die nog altijd achter staan, dat wel. Maar er komt weer wat vertrouwen. Zeker nu Zeljanovic scoort. Ramis Zeljanovic. Verschil 1, wilde actie. Sam Jones pakt zijn eigen rebound. En dan gaat de fout naar Melderis. Sam Jones moet oppassen dat hij niet gaat forceren. Nu kreeg hij hulp door het uitgestoken handje van Melderis. Die de fout krijgt, waardoor Sam Jones goed voor 5 punten tot dusverre, maar wel een goede sturende rol, vrijworpen mag nemen. Randy Wiel, de bossencoach, met Rodgers. Die even gaat zitten aan de kant. Sam Jones mist tot vreugde van velen hier. De eerste vrije worp. Tweede ook niet goed en nu de rebound voor de Groningers. McGuthrie moet ook wat laten zien nu. Young doet dat al. Reed ook. Maar krijgen ze het hele team op sleeptouw. Gaat iedereen meedoen. Melderis. McGuthrie, je kunt niet met z'n drieën spelen. Shoot, wordt er dan geroepen, want er komt geen schot. En dan is de schotklok daar. Aanval van Groningen ten einde. Goed verdedigd door Den Bosch derhalve. Wissel bij Groningen, waar Kees Akerboom een nieuwe kans krijgt van Boot. Nog nul op zijn naam. Melder is naar de kant. De laatste halve minuut van het derde kwart. Den Bosch 1 punt voor. Hier is Nelson en dan gaat de fout naar Reed. Vrije worpen voor Randy Wiel en zijn ploeg via Eric Nelson. 26 seconden nog op de klok. Nelson schiet gewoon raak. En Wiel wil nog even spreken met Sam Jones. Tweede is mis. Laatste aanval
24 seconden schotklok, 20 inmiddels voor Groningen. Nou, daar valt op te trainen. Wat doe je dan in zo'n situatie? Het publiek gaat op de banken staan. Twee man verdedigen. Jan, bal naar buiten. En dan is het Suljanovic. En McGuthrie die zijn drie punten moet nemen. En die bal is niet goed. Rebound voor Den Bosch. En het einde van het derde kwart. Kulemee was de grote man bij Den Bosch. Gaat nu naar scheidsrechter Kraaienveld. Waar Den Bosch leidt dus na het derde kwart. Nog altijd bij rust was het 34-33 voor Den Bosch. Inmiddels één puntje erbij. 56-58. En de laatste 10 minuten zijn aanstaande. We gaan luisteren bij Randy Wiel. Hey, man, we should have a free practice. Josh, you're on the bench. Oké, you went for rain. Oké? Okay? Well, okay. Hey, look. Hey, you go hard. Eric, you start and then Joaquin comes in for you. Oké, okay, look. Sam, let's try sweep one time. Hey. Remember, when we try sweep, the first big guy, goalie, let's goalie, don't come up. The first big guy gets the screen here, not here. And then he comes. Don't move. If it's not open, we're playing. It's just a play, okay? Then we set a high screen and go. The main thing is, help on those high screens that Young doesn't get shot. If he shoots over you, either makes it or doesn't make it. But don't take chances. Make them play 5 against 5, not 4 against 5, okay? The first play, sweep? Sweep, yeah. So, hey, we know what we're doing. Sweep, run to your spot. Eric, run to the block weak side that you coming up and getting it, all right? There you go. Hey. Deal met Ray Weathers, de geblesseerde Amerikaan, in de pep talk naar het beslissende vierde kwart. Nog 10 minuten zuivere speeltijd hier in Groningen. Den Bosch, Eiffel Towers Den Bosch op voorsprong tegen de NPC Capitals van Tomboot hier op de voorgrond. In een cruciaal vierde finale duel. Het geluid zwelt weer aan in Martini Plaza. 4000, zoveel zijn er. En Groningen moet er van alles aan doen om deze wedstrijd te winnen. Om uitzicht te houden op landstitel. Want bij verlies wordt het 3-1 in de serie. En gaat Den Bosch voor het kampioenschap spelen komende dinsdag. Zover mag het niet komen van de 4000 aanwezigen hier. Het eerste balbezit is nu voor Den Bosch. Lieser en rebound voor Akerboom. Dat doet hij in elk geval goed. Maar staan de Capitals er nu als team in dat vierde kwart? Novak op Akerboom. Ja, zijn eerste driepunter. Dat heeft Groningen nodig. 1 punt voorsprong en de eerste 3 punten van Kees Akerboom in deze finale. Kulemee. Schotje via het bord, niet goed. Hij pakt wel zijn eigen aanvalsrebound. En ook Rodgers geen tip in. En dan is het Young die de winnaar is in dat duel. En de aanvallende fout krijgt van scheidsrechter Zegwaard. Charge van deze Travis Young. Nelson stond er al. En daar kan je niet doorheen. En dan ben je als aanvaller degene die de fout maakt. Maar in Groningen zijn ze er nu wel van doordrongen, de spelers van de Capitals, dat het nu moet. Want anders laten ze Den Bosch op matchpoint komen in de serie. Alles zal uit de kast gehaald moeten worden. Reed ver naar buiten, naar Nelson. Sam Jones durft de 1 tegen 1 tegen McGuthrie wel aan. Daar is daar Fredericks. En de aanvallende fout gefloten door Zegwaard tegen Eric Nelson. Het schot van Fredericks. En daar het duwen van Nelson onder de basket. Tweede foutpas voor Nelson. Niks aan de hand. De aanmoedigingen, de oude clubnaam Donar, wordt weer gescandeerd op de tribune.
Dat alles voor de thuisclub met McGuthrie, de Mighty Mouse. Maar geen goed schot, maar wel balvoordeel voor Groningen. Kulemee zat er als laatste tussen. Daniel Novak op Young. Reed. Wie wordt de schutter? Het wordt Young. Driepunter. Groningen, 4 punten voor. En de bal gewonnen uit de bosaanval. Akerboom omhoog voor 3. Het zou wat geweest zijn, maar de rebound is voor Reed. Ineens weer zo'n goede fase van de Groningers. En dan gooit Daniel Novak uitgerekend de bal weg. Gaat Rodgers naar de andere kant. Wordt McGuthrie weggezet. Er gebeurt nu van alles. Kulemee voor 3. Hij is koor. Zijn 5e driepunter. Gert Kulemee houdt zijn ploeg in de race. Verschil 1. De voorsprong voor Groningen. 62-61. Daniel Novak. En de spanning wordt groot in de wedstrijd. Wie durft? Young durft. De driepunter van Young. Op 21 komt hij dan al. 65-61. 21 punten daarvan van Travis Young. Sam Jones aan de andere kant met de driepunter. En dan gefloten voor een... Dit is de actie van Young die de zaak hier in vuur en vlam zet in Groningen. 65-61 voorsprong. Time-out nu, denk ik, van Randy Wiel. We luisteren naar Boots. So they have to move defensively too. We must have the offensive rebound. They cannot block you up. They fight for that too. Hebben, watch the defensive rebound and show the pushing. Show the illegal screens which they made. Yeah. And offensive. Patient. Yeah. And watch inside. Hey, we play now here again. Yeah, we post up. In de time-out was het even schrikken vanwege de mascotte die vanmiddag wel heel erg opdreven is. Die een geweldige knal losliet op de basket. Die nu verdedigd wordt door Den Bosch. Nou, hopelijk komt er wel weer gauw ritme in de wedstrijd van dit soort dingen. Dat is nou niet al te leuk. 7 minuten en 5 seconden nog. Reed weer even naar de kant. Als de rookwolken van de mascotte nog niet eens zijn opgetrokken. Reed op de bank. Naast Dedrick en Valmokrisa. De scheidsrechters wachten nog steeds tot de rommel onder de basket is opgeruimd. En de rook is weggetrokken. Sam Jones met Karel Kraaienveld. Er is daar allerlei confetti tot ontploffing gebracht. Maar het gaat wel om het spel. Acties van een mascotte mogen niet het ritme van de spelers verbreken. Dat is natuurlijk een kwalijke fout. Het spel gaat verder. 7 minuten 5. Den Bosch nu 4 punten achter. Lange tijd controle gehad over de wedstrijd. Kulemee is scherp. 5 driepunters tegenover Kees Akerboom nu. De bal waarheen? Schotklok op 10. Nelson. En dan is Van der Holst die de driepunter waagt en hij schiet raak.
Verschil 1. Dankzij de drie punten van Sander van der Holst. Melder is. Draaien, keren, paasje kort op Siljanovic. Hoekschotje niet goed. En dan komt Kees Akerboom te hard in vechten. En die krijgt de fout. Het is een tweede. Sam Jones voor Den Bosch. Van der Holst, aanvallende fout tegen Melder is. En het is een vijfde. En dat betekent naar de kant Sander van der Holst. Jos Frederiks komt voor hem in de ploeg, want Den Bosch mag heus wel met vijf man blijven spelen. McCaffrey tegen Sam Jones. Rodgers wil ook naar buiten komen, maar durft niet te ver. Bang voor de ruimte die hij achter zich moet laten. Tom Timmermans geen tip in. En kansen voor Den Bosch om weer op voorsprong te komen. Sam Jones. Frederiks trotseert twee verdedigers. En scoort een belangrijke. Den Bosch weer voor met een puntje. Het is net een roeiwedstrijd. Wie even aanzet, diens puntje van de boot schiet naar voren en heeft weer een puntje voorsprong. En het is nu aan de Groningers om dat weer te doen. Siljanovic moet schieten. Schotklok op 2. Omhoog. Schotklok gaat. Aanval van Groningen weer ten einde. Weer goed verdedigd door Den Bosch. Siljanovic het slachtoffer. En er wordt ook gewisseld. Net als McCaffrey. Die nog altijd niet heeft gescoord in de wedstrijd. Sam Jones. Laatste 5 minuten van de wedstrijd breken aan. Frederiks. Op 7 punten staat hij. Nu paast hij af. En dan komt er een blok van Riet, denk ik, die het was op Gomez. Timmermans zit erbij. En dan is het Krisa die het beslissende zetje geeft. Daardoor balbezit nog steeds voor Den Bosch. 3 seconden op de schotklok. Er moet dus iets slims gevonden worden. Rodgers tegen Reed. 1 seconde nog omhoog. En de rebound voor Young. Krisa. Groningen 1 punt achter de Capitals. Reed tegen Gomez. Romo Krisa zoekt nu Gomez op. Er moeten geschoten worden. Schotklok op 1. En nu net binnen de tijd. Romo Krisa. De Capitals 1 punt voor. Bal alweer aan de andere kant bij Rodgers. En die maakt lopen. Rodgers verknoeit deze aanval. Dit was de actie van Krisa. Waardoor de Groningers op voorsprong komen. Er is weer een time-out. But the most important thing is ready for rebound. And show the illegal screens and force and push it. Yeah, you rebound. Number 11 will force it. Just so don't let the dribble too easy. Make the
fake one time. Then you see what happens. Yeah, and then you can dribble all the way. Hey, but whatever happens, don't be in a hurry. De beleving is enorm in Groningen in de slotfase van dit duel. Publiek er volledig achter. En laat je niet gek maken is de mededeling van coach Tomboot. Niet too much hurry. Maar de Groningers zullen hun weinige kansen toch echt moeten grijpen in deze slotfase. Ze staan 1 punt voor. Geven ze het nu toe op Den Bosch, dan worden de titelkansen zeer minimaal. Den Bosch op 3-1 kan 3 keer vechten en strijden voor de landstitel. Te beginnen dinsdag thuis in Den Bosch. Zover is het nog niet. De Groningers gaan voor de 2-2 stand in de serie. In deze laatste 4 minuten, maar dan moeten ze goed spelen tegen een goed Den Bosch. Reed omhoog. Rebound Timmermans. En die heeft dan geluk dat hij de fout krijgt van Sam Jones. Hij had hem er natuurlijk in moeten leggen. De kans voor Tom Timmermans. Reed mist. Timmermans heeft de rebound. En moet dan scoren. Maar hij houdt er vrije worpen aan over. Spanning bij de 2 vrije worpen, want elk puntje is nu cruciaal. Tom Timmermans. Speelde onder andere in Spanje. Studeerde in Amerika. En speelt nu voor een Nederlandse topclub. Ooit begonnen bij Acrides in de Haarlemse regio. Tom Timmermans. Tweede vrije worp is goed. 2 punten de voorsprong voor de Capitals. In eigen huis. In het slot van de 4e finale wedstrijd. Sam Jones. Gomez met Timmermans. Rogers. Omtrent hem is het even rustig geweest. Nu levert hij ook in. Hier is Young aan de andere kant. En de explosie in Groningen. 23 punten voor Travis Young. En 4 punten de voorsprong voor de Capitals. Een goede 3 minuten nog. En de fout naar Sam Jones. Daar ligt hij uitgeteld. Sam Jones. Hier nog een keer zijn aanvaring met Valmo Krisa. En hier die break gelopen door Young. En zijn 23e punt. 4 punten is de marge in het voordeel van de ploeg in balbezit. De Capitals. De intense slotfase. Krisa moet zijn ploeg sturen. Reed durft het duel tegen Gomez aan, maar verspeelt de bal. Overspeelt zijn hand. Woede bij Boot. Die weet hoe dat beter had gemoeten. Het uitbuiten van deze situatie. Maar zijn lot ligt nu ook in de handen van de spelers. Dat geldt ook voor Wiel natuurlijk. Blijven zijn mannen cool zoals zo lang in deze wedstrijd. Dan komt de landstitel in zicht. Zo klein zijn de verschillen. Maar tegelijk zo groot zijn de verschillen. Jos Frederiks, bal bijna kwijt. Rogers. Durft niet alleen nu. Ze kiezen voor een gecontroleerde aanval. Fluitconcept van de kant voor Jones. En natuurlijk gejuich als die mist. Minder dan 2,5 minuut. En weer het publiek overeind. In een intense slotfase. Houden de Groningers kansen op het kampioenschap. Komen ze op 2-2. Het kan nog alle kanten uit. Hier is Young van ver. Hij moest onder druk van de schotklok. Hij mist. Overname Rogers. De beslissende punten in deze wedstrijd. De P nu naar Krisa. Valmo Krisa krijgt de P.
met de actie van Rodgers. 1 minuut 57, Randy Wiel. Lost alles menigmaal op met humor en met rust. Maar het zal nu ook bij hem koken en er komt een time-out. Met nog 1 minuut 57 op de klok. You're not locked up. Then you don't give chances there. In defense, they do everything in rebound. So show the pushing, yeah, and possible if they score or not score, the press. With the press, it's not necessary now. All you have is easy basket to score. Try to hold 9 off the ball, but we have 4 fouls. We cannot make fouls. Yeah? 9 is now taking the inbounds. They have 3 men, so it is dead for 9. So that man will switch and play on him. Yeah? Okay, y'all got that? Switch man from the beginning and then you switch him. Let's go. Not from the beginning. If he if they do it. Ultieme spanning. Hey, bij de Groningers. On the switch, you can go for interception. En de ultieme sfeer aan de kant. Het is niet voor niets de club met de grootste aanhang onder de zaalsporten in Nederland. De Capitals in Groningen. Maar houden ze het ook sportief? Het hoogste niveau vast, dat moet blijken in deze slotfase. Fluitconcerten voor Den Bosch. Daar komt Gomez, die wordt geblokt en die krijgt dan lopen, zegt de scheidsrechter. Den Bosch had de score hier keihard nodig. Gomez wordt de weg afgesneden en krijgt dan lopen. Bal voor Groningen. 1 minuut 45. 4 punten het verschil. De slotfase van deze denderende wedstrijd. De vierde finale. Komen de Groningers op 2-2. De fout naar Rodgers als hij de bal afpakt van Krisa. Eventjes hield iedereen zijn hart vast. Want als dit balbezit voor de donor voor Groningen was geweest, dit balverlies, dan zou er nog wel schade kunnen ontstaan. Maar voorlopig blijft de boel intact. De bal is voor Krisa, vrije worpen voor hem. Bal springt eruit. 1 minuut 34 nog. Krisa de nul, met wel de tweede vrijworp. Verschil 5. 5 punten de voorsprong voor de Groningers. Sam Jones. En het fluitconcert voor de Brabanders. Nelson met de paas op Rodgers. Rodgers scoren met een bonus. Ja, dan wordt het ineens heel stil hier. De fout voor Timmermans, de score van Rodgers telt. Rodgers op 15 punten. En het verschil 3 met nog een bonusvrije worp voor de boeg. Deal. Hoeveel kans krijgt zijn ploeg nog in de laatste 1 minuut 16? Rodgers met de bonusvrije worp. Er gaat een storm door de hal, maar Rodgers is cool. Zorgt voor het verschil van 2 punten. De Groningers moeten nog gaan scoren. Young. Een duwtje geeft hij mee, dan ontstaat dit gevecht onder het bord. Timmermans en Rodgers. En de bal komt eruit voor Den Bosch. De scrimmage gewonnen door Den Bosch. Daardoor Sam Jones in balbezit. Frederiks. En een heel handig handje bij Jan van Nelson. En dan mist iedereen bal via Wit over de achterlijn. Via een Gronings hand. Den Bosch blijft in de aanval. 10 seconden nog op de schotklok. 43 seconden nog voor de wedstrijd.
de spanning in Groningen. Den Bosch in balbezit. Ze hebben nog de aanval waaruit ze gelijk kunnen maken. Maar er komt al een time-out voor Randy Wiel. Balbezit en een time-out aangevraagd nu voor Den Bosch. We luisteren naar Randy Wiel. But look. Make sure they don't switch and don't move on your screen. Hey, listen. If we don't have a shot, Sam, bring it out. We have plenty of time. It's 43 seconds. Hey, when I screen, I'm gonna wait till Eric come and then I got it wide open. Okay, now look. Get the ball back on, so. If we make it, we play regular defense. If we miss, be on them. Don't foul unnecessarily. It's a 2-point game, okay? Let's rebound. Just play good defense. We get the ball back. Okay, that's all. Nothing silly, man. Get back and make sure we help on all ball screens. All right? Don't give Travis Young shit, man. Don't let them penalty. Sam, don't gamble. Don't let him get in there. Let's go. Hey, Wieders duidelijk is, ze hebben nog 10 seconden. Er is nog 43 seconden te spelen. Dus over 10 seconden hebben de Groningers hoe dan ook de bal weer. Of Den Bosch nou scoort of niet. Dus het accent moet dan, en dan geen fouten maken, zo adviseert Wilson spelers. Het accent komt dan weer op de verdediging van Den Bosch te liggen. Wat gebeurt er nu in de laatste 43 seconden in Martini Plaza? Publiek weer op de banken voor hun ploeg, de Capitals, die 2 punten voorsprong. 2 punten voorsprong hebben. Den Bosch heeft balbezit, 43 seconden nog op de klok. Rodgers tegen Reed. Nee, het is een volledige schotklok en een schot van Den Bosch dat niet goed is. Maar de bal blijft voor Den Bosch. Frederiks met de 3 punten. En dan de rebound via Reed voor Young. Den Bosch heeft 2 keer de kans om te scoren. Niet benut. 20 seconden op de klok. En balbezit voor Young. En dan moeten de Groningers deze marge veilig in balbezit over de eindstreep kunnen brengen. De fout op Suljanovic door Kulemee. Logisch. Nog 8.9 seconden op de klok. Logisch dat Kulemee de fout maakt. Vrije worpen. En dan hopen dat de tegenstander die mist. En dan krijg je zelf nog balbezit. Dat is de tactiek. Daardoor de fout van Kulemee. Suljanovic. Vrije worpen. De eerste mist hij. Het is misschien een hele dure, want Den Bosch krijgt hierna de bal nog. We hebben daarvoor bijna 9 seconden om met een 3-punter te gaan winnen hier. Die 3-punter hebben ze nu nodig om gelijk te komen. 3 punten het verschil. Wat doet Den Bosch? Het laatste schot. Frederiks is raak. De scheidsrechter zegt het is een 2-punter. En dan is het gedaan. Protesten bij Den Bosch. Frederik zegt ik claim een 3-punter, dan was het gelijk geweest. Maar de scheidsrechters geven een 2-punter aan Den Bosch. En dan komt Den Bosch 1 punt tekort hier in Groningen. En winnen de Capitals van Tomboot. De 4e finale wedstrijd. Hier de beslissende actie. Frederiks van achter de 3-puntslijn. Of niet, scheidsrechter Kraaienveld vindt van niet. Nog een keer kijken, als hij de lijn raakt met zijn teen, is het geen 3-punter. Cruciaal. Maar hoe dan ook, de scheidsrechters tellen hem voor 2. En dus houden de Groningers 1 punt over. En winnen ze de 4e finale wedstrijd. En brengen daarmee de stand in de serie op 2-2. Nog een keer. Vanaf de lijn of niet. Jos Frederiks, de scheidsrechter staat er vlak bovenop en zegt het is een 2-punter. Den Bosch kan protesteren, maar het moet zich waarschijnlijk neerleggen met de beslissing van de scheidsrechters. En dan is dus de eindafrekening met hier Jos Frederiks, die de 3-punter claimde. En moet het zich neerleggen bij een nederlaag. Dinsdag. Wedstrijd nummer 5, maar wat was dit een ontknoping hier in Groningen.
De Groningers ontsnappen dus. Bij rust stonden ze nog achter. En ook na het derde kwart. Maar de marge van dat ene punt, die vrije horp van Suljanovic bij wijze van spreken, was voldoende. En zo houden ze precies één punt over. We luisteren naar Tom Boot met Erik van Dijk. Meneer Boot, dit was een spannende wedstrijd. Wat een ontknoping. Ja, nou, is fantastisch, hè. Dat is, dit is play-off, play-off finales. Ik denk dat die andere ploeg iets beter is. Zij spelen thuis het stijl en hebben verschrikkelijk veel steun van het publiek. En ja, dit is de spanning ten top. En behalve de eerste wedstrijd zijn alle wedstrijden zo verlopen, hè. Zag u het? Een 2-punter of een 3-punter, dat laatste schot? Ja, ik weet het niet. Kijk, dit is een feitelijke beslissing van de scheidsrechter. Dus dat kan toch nooit aangetornd worden. Hoe belangrijk was deze wedstrijd voor jullie om te winnen? Ja, wat voor antwoord moet ik daarop geven? Ik bedoel, 2-2 of 3-1 is een groot verschil. He, nu de volgende wedstrijd uit, zou met 3-1 de laatste wedstrijd kunnen zijn. Dat is het in ieder geval niet. Dus er is in ieder geval een wedstrijd nog hier. He, en het is duidelijk dat de thuisploegen toch in het voordeel zijn. Dan is het nadeel dus dat jullie derde zijn geworden in de competitie ten opzichte van Eifel, dat nog één extra thuiswedstrijd krijgt. Ja, maar dat is normaal. Ja, er worden steeds vragen over gesteld. Dat doen we al sinds 1500 voor Christus, dus dat is normaal. En ik vind het ook heel goed. Zij moeten beloond worden voor hun eerste plaats. Heeft u wel het gevoel dat u deze serie kunt winnen? Ik denk dat de andere ploeg meer kansen heeft. Maar, en dat is het antwoord. Ja, dus wij hebben ook kansen. Dank u wel. Al dus Tom Boot, de winnende coach. Maar wat scheelde het weinig vanmiddag in een bibberend spannende play-off finale. Wedstrijd nummer 4, waarin de Groningers in de slotfase, mede dankzij de beslissing van de scheidsrechter om een 3-punter voor een 2-punter aan te zien. Deze actie van Jos Frederiks. Daardoor komt Den Bosch 1 punt tekort hier in Groningen. En verliest het de wedstrijd met 72-71. Alles is nog mogelijk in de serie. De weg naar het landskampioenschap, het ligt voor beide ploegen open. De stand in de serie na deze wedstrijd hier op deze spannende zondagmiddag in Groningen. Een prachtige wedstrijd. Is dit een 3-punter of een 2-punter? Er zal nog lang over nagepraat worden. De Groningers winnen hoe dan ook met 72-71 hier in Groningen. En met de stand 2-2 in die Best of 7-serie verhuist het hele circus naar Den Bosch. Dinsdag is daar wedstrijd nummer 5. Goed, we sluiten het basketbal af en we gaan ons